Dus ik maak de kinderen elke ochtend wakker met een liedje. Goedemorgen, zonder zorgen. Wat leuk dat je weer bij deze weekvlog bent. Heel veel kijkplezier. Het wordt weer een superleuke week. Daan is nog op ponykamp. Ik ga er een nachtje heen. En we hebben ook nog nieuwe paarden. Guten Tag. Tot zover de Duitse les. Het is maandagmiddag en ik ga vandaag voor het eerst... Oh, wat? Het is vandaag 5 weken geleden dat ik geopereerd ben. Ik ben om 2:30 geopereerd. Ik moet om 2:30 in de kliniek zijn. Wat gaan we doen? Wat gaan ze doen? Ik word vandaag geopereerd aan mijn borsten. En ik moet zeggen, het gaat eigenlijk heel goed. Het enige wat dus nog niet goed gaat, is mijn haar wassen. En nou ja, goed. Ik ga dus vanavond weer een poging doen. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om het af te scheren en de baarder weer op te strooien. Want het is ongeveer, nou ja, strohaar. Het is niet zo heel veel verschil. Ik ga vandaag voor het eerst weer echt met de paarden wat doen. Cashmere heb ik al klaargemaakt. En die staat nu in de molen. Die ga ik longeren. Die zou kunnen denken van, joh, ga eerst eens even lekker één paard longeren. Maar goed, normaal doen is niet echt mijn specialiteit. Om dat zo maar even te zeggen. Ik ga aan de gang. Oh, wat heerlijk. Lekker weer bij de paardjes. Je zou het niet zeggen als je hem zo ziet lopen. Maar Cas was echt wild. Maar wel echt wild, zeg maar. Super. Mijn verwaaide koep. Superleuk. En dat was natuurlijk eigenlijk allemaal veel te veel. Kier die trok me nog even door de baan heen. Dus echt, nou, geniale dag. Ik vind het wel weer echt, ik ben wel weer vol energie. Ik ben gewoon weer even 3 uurtjes bij de paarden ben geweest. Ik was heel blij om Atens even zo te zien. Dat was eigenlijk nog de liefste van allemaal. Atens is ook nog eventjes bij de smid geweest. Dit was nu mijn dag eigenlijk. Ik ga even nu thuis naar huis eten. En dan zie ik jullie denk ik morgen weer. Oh. Is iedereen aanwezig? Het regent echt mega hard! Ah! Ja, kom maar! We zijn ongeveer 1,5 uur weg geweest. Het eerste stuk was met een beetje heuvels, dus hebben we veel gestapt. En het laatste stuk was mooi plat over de hei en hebben we lekker gegaloppeerd. Hey knappie. Kijk eens hoe knap je wordt. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ga even naar stal. Ik ga lesgeven, ik ben nu nog thuis. Ik heb van alles ingepakt, want ik ga vandaag naar ponykamp samen met Liv. En dan slapen we in een hotel in de buurt met een zwembad, dus dan kunnen we ook lekker zwemmen. Had ik gisteren eigenlijk even opeens bedacht. Mini vakantie met mijn kleinste prinses. Alles is klaar, ik ga alles nu even in de auto zetten, want dat kan ik natuurlijk nog niet in 1 keer. Dat moet ik nog even in etappes doen. Nou, het is dinsdagochtend en... We zijn nu, 2 groepen zijn naar buiten, waarvan er eentje echt al heel flink verdwaald is. Hierachter, ik weet niet of je het ziet, anders ga ik ze even inzoomen. De kinderen die daar zijn, die zijn nu de mest uit de wei aan het scheppen. Zodat als we elke dag 2 keer alle mest uit de wei scheppen, dan hoeven we aan het eind niet in 1 keer heel veel te scheppen, maar elke dag een beetje. En dan zijn natuurlijk ook op stal de bezigheden. Die moeten gebeuren, dus de paarden die op stal zouden moeten uitgemest worden, die willen heel graag nieuw stro. En de stal moet gebezemd worden. Dan heb je zeg maar groepen met kinderen die daar heel hard aan het werk zijn. En je hebt dit. Nee, kijk, het is helemaal schoon. Die zitten zichzelf te verstoppen. Ah, ze hebben het helemaal schoon. Oh, kijk. Oh, ze hebben een strootje aan de knie. Ik wil hem dan wel even inzoomen, je strootje graag. Dat ene strootje daar, ja, daar zit wel een strootje in. Caesar is deze week ook voor het eerst in het bos en hij doet het echt super lief.
Zoals Jolie heeft gisteren zonder zadel op hem gereden. Vriend, hè? Zo lekker even op de wei staan? Hier heb ik nou echt zo'n hekel aan. Lifty heeft dus één poppie en dat is haar poppie. En nou, als ze wil slapen, dan gaat ze dus niet slapen voordat ze een poppie heeft. Maar ik stap net in de auto, heeft dus haar waterfles helemaal gelekt op de poppie. Dus de poppie was zeiknat. Aan de ene kant gelukkig dat het een poppie is en niet mijn hele tas nat is. Want dan... Dat is natuurlijk helemaal vreselijk. Maar ja, nu om de poppie te drogen duurt dat nu dus 49 minuten. En ik wil eigenlijk in de auto. Dus mijn tactiek is nu om hem even 5 minuten in de droger te doen. En dan de airco maar, of dan ja, de auto maar een beetje opstoken of zo. En dan voor een ventilator. Nou ja, goed, heel veel. Wij waren onderweg, maar er zit iemand zo hard te janken om haar poppy, die hier op mijn dashboard ligt, te drogen. Dat ik nu maar gewoon weer terug naar de boerderij ga. Ik ben nu dan maar weer terug op de boerderij en dan ga ik de poppy wel helemaal laten drogen. Of in ieder geval dat hij niet meer kletsnat is. Dit is trouwens het poppy. En dan gaan we een nieuwe poging doen. Almost there. Heb je pijn in je kont, Kajo? Ja, super pijn in mijn kont. Oh, stop. Hoe laat, meiden, het is nu 10:30 en hoe laat gingen jullie het bos in? Kwart over zes. Kwart over zes gingen jullie het bos in. Maar daar is een verklaring voor. De kaart klopte niet. Oh ja, hele goede verklaring. Goedemorgen, het is woensdagochtend. Het is buiten niet wulk, heel lekker weer. Oh, dit is ook wel echt hilarisch. Ik zit een heel verhaal te houden tegen die camera. Het blijkt dat die gewoon niet aanstond. Goed, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en ik ben met Liv vanuit het hotel onderweg weer naar Ponycamp. De nacht was, op z'n zacht gezegd, niet super fijn. Maar tegen 3:30 heb ik hem maar bij mij in bed gelegd. Dat vind ik dan wel een beetje eng, want ik denk, ja, ze kan natuurlijk dan toch een soort van alle kanten op. Maar dat ging goed, ze bleef gewoon bij me liggen. En toen hebben we geslapen om 9:15. Dus dat was uiteindelijk dan wel heel lekker. Ik voel beddenlaag ook echt top. Dus ik voel me wel een soort van uitgerust. Moet ik er hier af, denk ik? Nee, hier hoef ik niet af. Nou, ik ga even liften uithalen en dan ga ik jullie zo even het kamphuis laten zien. Zullen we eventjes tante Daan gaan zoeken? Waar zou ze toch zijn? Volgens mij zijn we precies op tijd. Want ik denk dat het etenstijd is. Loop maar. Ik denk dat we daar tante Daan hebben. Hallo. Maak even een story vlog. Sorry. Hoi. Ben je opnieuw? Ja. Daar hebben we tante Daan. Ja, dat is een tractor, hè? In de binnenbak hier wordt levensstratego gespeeld. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik geen idee heb wat het inhoudt, maar het schijnt hartstikke leuk te zijn. Wij hebben een superrit gehad. Ja. Hoe vonden jullie het? Geweldig. Geweldig en enig. Nou, dat is voor mij ook opbeurend, want het kwam er ook zo lekker uit dat het in ieder geval volgens mij gewoon een kutrit was. Ik zeg, hoe was de rit? Zeggen jullie, ja, enig. Goedemorgen. Het is de laatste ochtend. En het is 5:00. Want we gaan een touwrit maken. Dus ik maak de kinderen elke ochtend wakker met een liedje. Goedemorgen, zonder zorgen, het is 5:00 's morgens. 5:00? En we gaan een douwrit maken. De kinderen zijn nu aan het eten en we gaan de paarden vangen. En zoals je ziet, het is nog donker. Ponies, kom mee. Ah, Mickey, je plet me. Hé, hey. Zie je sowieso iets? Kees is wit, misschien zie je die. Nee, ook niet.
We zijn er klaar voor. Oh, daar, kijk, er staat een hert. Denk ik. Wat is het? Het beweegt niet, Puk. Oh, braaf. Jongen. Oh, nou, joh. Kijk of ik hem in kan zoomen. Daar zit hij. Zeg maar, hij is groot ook. Hij blijft gewoon daar zo van. Ja? Nee, ik kijk niet de Hunger Games. Onze laatste rit van vandaag zit er alweer op. We hebben net op de hei even hele mooie foto's gemaakt. En Joy en Caesar, die staan lekker in de trainer. Wij gaan nu naar huis toe. Het vervoer van de pony's ging niet helemaal zonder slag of stoot. De vrachtwagen is 2 keer heen en weer gereden, maar dan wel pas laat op de dag. Dus het is nu 11:00 en we gaan nu lekker naar huis toe. Eindelijk thuis. Het is ondertussen, kunnen we het zien, bijna 2:30. De paarden zijn lekker uitgeladen, die staan op stal. Ik laat de trailer hier staan. Ik ga met een andere auto naar huis toe. Dus ik ga nu lijnrecht naar huis, naar bed. Want het is morgen gewoon vrijdagochtend, dus we moeten morgen gewoon uitmesten. Ik zeg wat rusten voor nu en jullie zien me morgenochtend weer. Goedemorgen, we zijn aanwezig om uit te mesten. We zijn al best een eind. Hier is Maaike al stro aan het geven. Daar komt papa zo met de shovel voorbij. En dan moeten we binnen nog. En ik ben echt heel erg moe. Hallo, hallo. Daan Banaan is weer herrezen. We staan hier met Kiriwiri. Die staat helemaal in pak 1. Daan is even zijn staartbeschermband om en zijn dingetjes. Want wat gaan we doen? We gaan met Kier naar Ambar, de vrouw van Bastiaan de Recht. En zij doet ook paarden behandelen. Nou, hadden we het met haar daarover gehad. Dat we Kier graag een keertje zouden willen laten behandelen. Maar dat het heel ver weg is. En nou zit zij vandaag hier ongeveer 3 kwartier vandaan. Dus wij gaan Kier nu op de trailer zetten. En dan gaan we naar haar toe. Ik ga even op mijn telefoon kijken. We zijn onderweg zu Hause. Tot zover de Duitse les weer voor vandaag. Zeer schön. Nou, dat was zeker schön. Heel erg. Ja, heel erg. Nou, ik zal je even. We zijn daar niet met Kier heen gaan, omdat hij nou per se een probleem heeft. Maar Kier die heeft een beetje moeite met van puppypaard volwassen paard worden. Als het goed is, van de week al wat verschil merken. En dan volgende maand is ze er weer. En we houden jullie natuurlijk op de hoogte hoe het allemaal met hem gaat. Je hoeft niet scherp te zetten eruit, Swisher. Shit. Ja, ik kom eraan. Arigen! Het is ondertussen 9:30. Alle paardjes zijn klaar voor de nacht. Ik ga lekker naar huis, want ik ben hier morgenochtend weer heel vroeg. Want ik heb er iets heel erg leuks. Wel trust de allerknapste. Oh nee, sorry. Oh, hij is alweer weg. Oh nee, jij was de allerknapste, hè? Goedemorgen, daar zijn we weer. Het is zaterdagochtend en het is nu 8:15. En ik had gezegd, er is iets heel leuks. De afgelopen week zijn er 3 nieuwe paarden op stal gekomen. Nou ja, 1 paard en 2 ponies. 1 paard loopt al hierachter. Ik ga met Felicia ga ik ze vanmorgen even rijden. Dit paard is voor de Lies. Die hebben we van de week om uit te proberen. Dan hebben we nog 2 ponies. 1 manegepony en 1 pony die hier is voor de verkoop. En ik ga ze vanmorgen aan jullie laten zien. Dit is onze nieuwe vos. Kijk hoe knap die is. Hey, hoi. Hoi, popje. Dit is I. Ik weet nog niet hoe die verder heet. Hij heet ook gewoon I. Dus we gaan een naam voor hem verzinnen. Ik dacht aan Incredible of zo. Of Igor. I am. Ik weet het echt niet. We gaan nu even logeren en dan gaat Felicia erop. En dan hopen we natuurlijk dat Felicia blijft zitten. I, die loopt hier nu voor het eerst in de binnenbak. En zonder ook maar enige moeite. Felicia heeft met een paar rondjes met hem gelopen. Nou, super braaf.
We gaan dus wel echt even 10 minuten longeren. Dat hij echt een beetje, ja, dat we zien dat hij ontspant. Dat hij een beetje uitblaast en dat hij comfortabel is. Kijk, hij heeft nu echt de oren erop. Je ziet echt dat hij een beetje, dat hij denkt, ja, waar ben ik? En ik ben vrolijk. Nou, en als we zien dat hij ontspant, dan gaan we erop. Zullen we erop gaan? Zo. Kom. Ik ben stout geweest. Ik zocht het hoofdstel van Boris, maar dit is het hoofdstel van Blondie volgens mij. Dus sorry. Die ga ik nu proberen weer heel netjes terug te hangen. Daar ben ik niet super goed in. Maar goed, waar was ik gebleven? We hebben net Romeo gedaan. Romeo is een nieuwe pony. Die is niet voor de manege, maar die is hier voor de, om weer te verkopen. We gaan hem even rijden. We gaan hem even netjes maken, want hij heeft hele lange manen en lange sokken. Dus die komt binnenkort beschikbaar. Vind ik altijd leuk om te doen. Dan gaan we... Ik heb nu geen tijd meer om de andere pony te doen. Die heet dan Julia. Dus we hebben Romeo en Julia. Daar hebben we nu even geen tijd meer voor, want ik moet naar huis, naar de meiden toe. En Daan die is nu de manegeles aan het geven. Ondertussen ben ik ook nog alles aan het buiten zetten. Dus ik ga nog even Atos nu in de molen zetten. Dan heeft alles alles buiten gelopen. Dan ga ik naar de meiden en dan ben ik vanmiddag weer terug. Kijk hoe braaf die is. Hij wordt even helemaal geknipt en geschoren. Bedankt weer voor het kijken. Vergeet niet even te liken en te abonneren. Druk even op het blauwe belletje en dan zien we jullie volgende week weer.